Hey, morgen jongens. Welkom bij Sigma Amsterdam. Wil je een bakje koffie? Klinkt goed. Ja? Nou, wat mijn werkzaamheden precies inhouden bij Sigma is eigenlijk heel divers. En dat vind ik ook heel leuk aan mijn werk. Waar heel veel tijd in zit, zijn de adviezen die we maken. En de werkbegeleiding die we daarvoor doen. Dus ja, we komen op de stijger, we kaarten problemen aan. Dat benoemen we. En vervolgens maken we een plan met de schilder en met de huiseigenaar. Of met de VV of de aannemer. En dan moet het uitgevoerd worden. En in praktijk blijkt dan soms ook wel eens dat het niet helemaal gaat zoals wij hebben bedacht met z'n allen. Nou, dan bellen schilders wel eens van, joh, ja, hoe kunnen we dit nou beter aanpakken, anders aanpakken? Nou, dan komen we vaak wel weer met oplossingen of bepaalde machines die we als demo in gebruik hebben. En voor die kennis, heb je daarvoor gestudeerd? Of? Op het werk, dus ik ben op mijn 17 al bij Sigma begonnen, dus ik werk nu al meer dan 22 jaar. Dat zou je natuurlijk niet zeggen, zo jong als ik eruit zie, maar... Dus geleerd van oude collega's, inmiddels met pensioen zijn, bij wijze van spreken. Ja, dan leer je in eerste instantie kleurtjes maken, met de hand erbij mengen en dat soort dingen meer. En zo ga je steeds verder. Ben je zelf ooit schilder geweest? Nee, mijn ouders hadden altijd een doe-het-zelf-winkel met een schildersbedrijf erbij. Later zijn ze alleen verder gaan met doe-het-zelf-winkel. Nee, uiteindelijk, ja, je leert gewoon heel veel on the job. En we hebben ook wel trainingen binnen Sigma natuurlijk. Dus daar leer je ook heel veel van. En technische trainingsdagen. Dus vandaag heb ik eigenlijk heel veel afspraken in Amsterdam. Met diverse schilders, meerdere opnames. En voordat ik die dag begin ik eigenlijk altijd bij Sigma Surf Center Amsterdam. Doe ik hier een bakje koffie. En zo direct heb ik ook afgesproken met de relatie om hier een bakje te doen. Hey! Hey, goedemorgen! Rob, morgen! Even lekker een sausage broodje meegenomen, jongen. Fantastisch, man. Kerel. Lekker, met jou? Nee? Ja, best. Ja. Hey, morgen! Hoe is het? Lekker met jou? Ja. Zeker weten. Ik heb even wat verder nodig nog. Rob Putten, fantastische kerel. Hoop humor. Goeie schilder ook. En die zien we altijd heel graag hier. Hij komt alleen even te veel bij de concurrent. Maar goed, het is hem vergeven. Lekker niet. Ja, gezondheid. Ik ben de allerbeste bakker uit Edam. Je verf? Ja, super duur. Alsjeblieft. Hartstikke bedankt. En nog een binnenbokje erbij. Dankjewel. Dat is goed. Graag. Oh, yeah. Niet voor, ik ga er vandoor. Spreek later, bedankt. Bedankt voor het broodje. Ciao, ciao. Hoi. Wij moeten ook zo gaan, want we hebben straks een oplevering op ongeveer 5 minuutjes fietsen bij schildersbedrijf Heer en Meester. Onder andere een glansmeting doen en wat andere werkzaamheden controleren. Dus let's go. Alright, Emiel, de oplevering vandaag. Ja. Wat? Ja, moet goed komen. Zeker. We zijn al een paar keer geweest, dus, ja. Maar een klein detail houden het tijd wel. Ja, hou me scherp. Daarom. Ja, wat doen we zo bij de oplevering? Beglaasjes naden afgedicht, controleren we. Onderkant van deuren, onderkanten van raamkozijnen, zijn die meegeschilderd. Nog wat andere kleine dingen. Wat we vandaag ook zeker doen, maar dat doe ik gewoon omdat ik het leuk vind. Dat is zeker niet standaard een glansmeting. Want deze deur zit er heel lekker in en dan ben ik gewoon benieuwd hoe de glans hier zijn. Super, onderkantjes zijn niks geraakt. Beglaasjenaad zijn mooi gesloten, dus daar komt ook echt geen water bij nu. Die dorpel die is iets wat hoog in vochtpercentage, maar dat komt natuurlijk ook door die aansluiting. Ja. Dat die rechtstreeks op die stenen staat. Maar goed, wel belangrijk om even verslag te leggen. Ja, die glans ziet er ook heerlijk uit. Dus vooralsnog super goed. Ja, geweldig, denk je wel. Ja, misschien denken jullie wat is een dorpel. Dat is het liggende deel van het kozijn. En waarom meet ik die nou? Die meet ik omdat dit oude houten bouwdelen zijn. Dus ze zijn van origine. Onderkanten, zijkanten zijn niet behandeld met verf. Daardoor zuigt het veel water op of kan het meer water opzuigen dan bijvoorbeeld bij een nieuwbouwwoning. Oh, dat is ook wel leuk. Daar heb je de HVA, dat kan je mooi zien van de vier. Die is binnen ook helemaal geschilderd met Sigma Pearl Clean. Fantastisch mooi project. Goeie glans, maat. Ja? Ja. Hey. Kun je halen, ik kan me. Echt zo, ja. 90, 91 muurgemeten. Super Emiel, alles ziet er top uit. Dank je wel. Je krijgt van mij nog een rapport, daar staat in principe alles in wat we besproken hebben. En wij moeten door naar de Zuiddijk. Mooi man, mooi. Ja. Dank je wel. Spreken. Zie je. Later. Kijk, deze hier tegenover hebben we ook met Sigma geschilderd. Het is eigenlijk wel grappig, het is eigenlijk een pure schilder die altijd met een ander merk doet. Ja, ik heb het toen wel gebeld. Die zei, luister, ik rij hier elke dag op dit pand. Zou je dat alsjeblieft met Sigma willen doen? Ja, toen zei hij, joh, jullie hebben topverf, dus dat doe ik wel.
hier bij Zwarthoedschilders. Die zijn op de Zeedijk aan het schilderen. Eigenlijk doen die het hele jaar door eigenlijk heel veel panden op de Zeedijk schilderen. Hey Kees, nou, deze panden zijn super mooi geworden, want drie naast elkaar. Ja, deze zijn mooi geworden. De achterkant hebben we gedaan van deze drie panden. In het water? In het water, op de steiger. Gaaf. Dat was ook wel eng en af en toe. Ja, je hebt geen zeebenen? Nee. Nee? Oké. Okay. En kan je nog wat meer vertellen over dit pand misschien? Ja, deze komt uit 1750. Dit is wel een van de oudste hier wat erin staat. Die is nog ouder, maar die heeft hij vorig jaar gedaan. Mooi. Volgende locatie. Misschien nog even snel wat eten en dan weer door. Vamos! Ja! Toppers! Hey, Nico! Lekker man, met jou? Lekker, ja. Goed? Lekker man, met jou? Ja, lekker. Mooi klus weer? Ja, zeker. Dus lekker bezig hier, lekker weer. En jullie achter nog een probleempje, zullen we daar even kijken? Ja, dat is goed. Dan gaan we van achter, toch? Ja, zoals op advies van jou heb ik de daar kaal gehaald en ik heb het geprimerd. Mm-hmm. En ik vind zelf, ik twijfel een beetje over de ondergrond, dat is niet echt egaal. Dit zijn die lagen die eigenlijk heel slecht hechten. Dat heb je hier verwijderd. En dan komt hij zo onder, zie je de slagen van het verwijderen. Ja. En de vraag is wat we daarmee gaan doen. Ja, dan moet je of opnieuw gaan stukken dat het gewoon veel gladder wordt. Dat het weer zoals dat wordt. Ja. Ja, of accepteren dat het zo is. Ja, dus het is eigenlijk aan de klant om te bepalen of ze het laten willen stukken voor een egale ondergrond. Of voor dit kiezen. Of wil je het zo laten? Ja. Ja. Stukken zal er extra kosten bij komen. Dus, Maar goed, ik vind dit niet heel hinderlijk. Het is een mooi mat. Rustig aan, thanks. Hey heren, wat is eigenlijk de meerwaarde dat jullie met Nico werken? Ja, we kunnen altijd lachen met hem. En als het erop aankomt, krijgen we ook gewoon altijd duidelijke rapporten. Gewoon serieus. Dus, dat vinden we wel fijn en belangrijk. Lach op en het is gewoon super leuk met hem. Ja, jongens, dat zou ik niet horen. Doei. Nico! Yo! Waar gaan we nu eigenlijk heen? Ruben van der Kruijsen die heeft een prachtig mooi project in Amsterdam-Noord, zegt hij. Dus daar fietsen we even heen. Ik ben super benieuwd wat hij aan het doen is, zo ver uit de buurt. Oké, cool. Yes? Hoe is het? Ja, goed. Ja? Ja, ook lekker. Ja? Wat heb jij gedaan, joh? Net een podcast opgenomen. Oh, oké. Okay. Vakjaak podcast. Oké, waar gaat het over dan? Ja, we nodigen als vakjaak onder elkaar mensen uit. En gaan we lekker kletsen over ons mooie vak. Ja. Waar we goed in zijn. Ja, leuk zeg. En wat ben jij doen? Ja, ze gaan me volgen vandaag eigenlijk. Diverse opnames in Amsterdam. Op de elektrische fiets. Oké, vloggen. Heet dat vloggen? Niet echt toch? Ik word gewoon gevolgd met de camera. Ja, die is vloggen. Ja, vloggen. Oh. Ja, dus volgen ze me en dan ga ik bij vakman zoals jij langs. Alleen dan met een ander accent. Een bakje pakken. Ja? Die gaat tegen. Nou, leuk.